Wat wil je nou op die foto laten zien die je nu maakt? De kleuren. Hoe mooi het geworden is na de renovatie. Ja, want je wil laten zien hoe mooi eigenlijk Dukenburg is, hè? Ja, nou zeg nou zelf. Het is toch prachtig hier? Het is heel mooi geworden. Twaalf jaar geleden kwam ze naar Dukenburg en nu wil Jacqueline niet meer weg. Ik moest heel erg wennen aan het begin, want ik kwam uit hartje Den Haag. Dus ik werd 's ochtends wakker van de vogeltjes. Maar mijn kinderen gaan hier naar school en je leert mensen kennen en dan voel je je vanzelf thuis. In haar fotoboek wil ze de mooie kant van het stadsdeel Dukenburg laten zien. Bijvoorbeeld de groene kant, hier bij de orangerie van landgoed Dukenburg. Dit is de tuin daarvan, dus... Dit is een historische bomenlaan, een van de vele in Dukenburg. Ja, ja, want de wijk is groen. En heel gezond daardoor ook, toch? Ja, groen is gezond. Is dat ook een van de redenen waarom je naar Dukenburg toe bent? Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ja, mijn man helemaal, die is van de bomen en de bossen. En die zou niet in een ander stukje, een stukje Nijmegen willen wonen. Nee. Het wordt ook wel een beetje de slapende wijk genoemd, toch, van Nijmegen? Ja. Ja, iedereen gaat werken 's ochtends. Het vergrijst natuurlijk enorm. Dus er zijn heel veel mensen thuis ook. Ja, maar nu zie je bijvoorbeeld inderdaad helemaal niemand. En dan kom je over een uur en is iedereen zijn hond aan het uitlaten. Is dat fijn of niet fijn? Misschien omdat het een slaapwijk is. Dat mensen sneller clubjes gaan vormen of elkaar opzoeken met een bezigheid of zo. Er gebeurt hier wel heel veel. 50 jaar geleden ging de eerste heipaal de grond in op landgoed Dukenburg. De jaren 60, een tijd van woningnood. De verwachting was dat Nijmegen er in 40 jaar tijd 100.000 inwoners bij zou krijgen. En dus moesten er woningen komen. Dukenburg. 2x2 cijfers geven de plaats aan waar men zijn nieuwe woning kan vinden. De wijk Aldenhof verrijst als eerste een van de nu 9 wijken. En bewoners van het eerste uur zijn Piet en Riet Willemsen. Dat is mijn zoon en mijn dochter. En mijn zoon die is van 67. En sinds dat jaar wonen ze hier. Toevallig dat ik hem ook net tegenkwam, maar dat is hier ook hier op Dukendam. En op 14 maart, toen kreeg ik bericht dat we konden kijken naar een van deze woningen die klaar waren. Dat was op mijn verjaardag. Helemaal toevallig, ik hoorde dat we een woning hadden. Zijn moeder was 1 april jarig. Dat was hartstikke leuk. Nu is Dukenburg een stadsdeel met 25.000 inwoners. Maar het begon allemaal klein. Heel klein. Wat betaalde u toen u hier kwam wonen? 157 euro, dacht ik. 151 euro 30. Nou, guldens nog, toch? 151 gulden 30. Ja, moet je terug nou, hoor. Gulden, ja. Pieter Riet belandde destijds in een lege vlakte, een bouwput. Toen stonden hier nog geen huis of niks en dan kwam ik daar de brug over met het brommetje. En dan had ik ook een voordeel, want dan kon ik gelijk koffie schudden. Als ik thuis kwam, dan stond de koffie al klaar. Dat maar was zo, dan keek ik zo naar de brug. Dan kon ik hem daar, keek ik, en dan kon ik hem aan zien komen. Ja. Dus je moet nagaan dat dit hier aan de overkant... Ene vlakte was. Hoe is dat nu? Is het nog steeds zo'n slaperig stukje Nijmegen? Nee, nou niet. Nee, dat is erbij. Die jongens hebben ze ons wat afgenomen. 50 jaar later zit u nog steeds in hetzelfde. En nog niet in dezelfde tafel, hoor. Dat was wel een andere tafel, maar we zitten hier nog steeds. Nee, en dan ga ik weer niet weg. Domweg gelukkig in Dukenburg. Buiten Dukenburg wil ik laten zien dat het helemaal niet zo ver af is en dat het een mooie plek is. En dat het beter verdient als het imago dat het nu heeft. Mensen weten niet hoe mooi Nijmegen is. Nee, want de Dukenburgers weten het wel. Ja? Ja.